Allereerst wil ik je veel citeren met het mooie lintje wat jij natuurlijk aan de linkerkant hebt. Ja, dankjewel. Ja. Hoe voelde dat? Verrassend. Het moment? Heel verrassend. Emotioneel ook. En zeker toen de kleinkinderen binnenkwamen lopen, dat was helemaal niet verwacht. Uit Oostenrijk, geloof ik? Uit Oostenrijk, zeker. Maar goed, vanmorgen toen ik hier de trap op kwam lopen, toen zag ik een aantal mensen staan en toen ging bij mij de knop om. Want ik zou hier zijn als toeschouwer van een andere geridderde, zeg ik ook bijna willen zeggen. En toen denk ik, wordt het andersom. Meneer Hietbrink, ook u bent vanmorgen verrast en overvallen, neem ik aan. En dan met name door het feit dat uw dochter uit Zwitserland hier ook aanwezig is. Oostenrijk, sorry. Het ligt bij elkaar. Uw vrijwilligersloopbaan begint in 1979 bij de VVV Haaksbergen. En nu dus zo'n 40 jaar geleden. In 1979 was u bestuurslid van deze plaatselijke voetbalvereniging. Ik heb 28 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 2 jaar secretaris en 8 jaar voorzitter geweest. En daarvoor ledenadministratie gedaan, technische zaken gedaan, noem maar op. En dat is vanaf 1978 iets in die orde van grootte. En naast de bestuursactiviteiten maakt u zich verdienstelijk als vrijwilliger door het draaien van kantinediensten en het uitvoeren van onderhoudsklussen. Na een periode zonder bestuurlijke activiteiten wordt u in 2005 opnieuw benaderd om plaats te nemen in het bestuur. Eerst als secretaris en daarna tot en met 2013 als voorzitter. Hierna heeft u uw vrijwillige activiteit binnen de vereniging voortgezet. Door uw persoonlijke en oprechte aard ontstond er zo een cultuur en gevoel bij de VVV Haaksbergen dat menigeen de vereniging als een tweede huis beschouwde. Mensen kwamen voor veel meer dan alleen het voetballen. U heeft deze op prachtige wijze een sociale cohesie gestimuleerd. Sinds 2000 bent u vrijwilliger bij de patiëntenvereniging van de Nierstichting. U verzorgt de technische kant van de door uw vrouw gehouden presentaties en rijdt daar overal naartoe. Iedere 3 jaar organiseert de Twentse Kabelfabriek in Haaksbergen een sportdag voor alle personeel wereldwijd. Door uw vele contacten met het verenigingsleven in Haaksbergen is de vrijwillige bijdrage van u welkom en wordt ook erg gewaardeerd. Daarnaast maakt u sinds 2011 deel uit van de organisatie van bijeenkomsten van oud-medewerkers. En dit gebeurt op een enthousiaste en doeltreffende wijze, waardoor de betrokkenheid van oud-werknemers met de onderneming wordt gewaarborgd. Vanaf 2008 bent u bestuurslid van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Haaksbergen. U bent voorzitter van de programmacommissie. Gezamenlijk stelt u een grote variatie aan programma's samen. De tendens van terugloop is door deze programma's omgebogen naar aanwas. U bent betrokken bij de leden en haalt minder valide, indien gewenst, van huis op. Dames en heren, het is duidelijk dat ik hier spreek over een vrijwilliger die wordt omschreven als een enthousiast, zorgvuldig, gedreven en gewaardeerd om zijn verbindende kwaliteiten. We zijn nog wekelijks, zijn we daar nog misschien soms wel dagelijks mee bezig. Dus een paar ochtenden in de week in de technische ploeg, zeg maar, onderhoud, lijn de kalken als moet. Maar ook kaartavonden organiseren. Dat doe ik graag, zulke soort dingen. Vrijwilligerswerk achter de bar af en toe. Dus dat is zat te doen bij een club. En zeker als daar het aantal vrijwilligers steeds minder wordt. Ja. En ik heb de tijd ervoor. En hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Ik denk dat iedere club vrijwilligers nodig heeft. En zonder vrijwilligers kan een vereniging niet leven. Dus bij deze de oproep. Ja. Ja, dat is het gewoon zo. Ja. Dus vandaar is het eigenlijk een dubbele felicitatie
voor al die vrijwilligers die wel vrijwillig zijn. Absoluut. Kijk, alle mensen die hier dus vandaag geritten zijn, zijn allemaal vrijwilligers. En zonder vrijwilligers is heel Nederland nergens. Dus allemaal hebben ze wel een bosje bloemen verdiend. Dames en heren, het is mij een eer te mogen mededelen dat op grond van zijn verdiensten voor de maatschappij het zijne majesteit heeft behaagd de heer Hietbrink te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Daar behoren de vizierselen bij. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Een mooi bosje.